Mijn naam is Annemijn de Vries. In mijn documentaire staat de vraag: hoe verwezenlijk ik mijn droom? Centraal. Mijn droom is om van mijn passie mijn beroep te maken. En mijn passie bestaat uit zingen, dansen en acteren. Kortom, alles wat met muziek en theater te maken heeft. Maar hoe pak ik dit nou het beste aan? Mijn eerste stap in mijn onderzoek is de vraag: wat is mijn droom? Ik ga hierbij zoveel mogelijk verschillende muziek- en theaterrichtingen uitzoeken en proberen een beter beeld te krijgen van wat ik wil. Dit is belangrijk voor mijn volgende stap in mijn onderzoek. Welke opleidingen zijn er? Dat is de toneelschool in Maastricht, de toneelschool in Arnhem, de toneelschool in Utrecht. Als ik grotendeels weet wat ik wil, ga ik kijken welke opleidingen en mogelijkheden er zijn om mijn doel te bereiken. Hiervoor ga ik artiesten interviewen, open dagen bezoeken en audities doen. Dit hoort al gedeeltelijk bij mijn laatste stap in mijn onderzoek. Hoe word ik ontdekt? Surround yourself with people who believe in you as the person and not attach themselves to exactly what you do. Because that can be a fairy tale. Dit ga ik zoveel mogelijk zelf ervaren door allerlei nieuwe dingen te ondernemen. Wat is mijn naam? Iemand of niemand meer. Kijk me aan, spreek me uit met de klank van de eerste keer. En wat is mijn naam? Don't wanna be reminded of you. But when I left my shit in your kitchen, I said goodbye to your bedroom. Ik hoop op deze manier als conclusie van het onderzoeksprogramma een antwoord te hebben voor mezelf op mijn onderzoeksvraag. Het zou natuurlijk prachtig zijn als ik hierop terugkijk en denk: ik heb veel geleerd en mezelf ontwikkeld. Door te onderzoeken, uit te proberen, vragen te stellen en informatie en ervaringen uit te werken, ben ik verder gekomen in de vraag wat ik wil en hoe ik dat wil bereiken.